bij mijn allereerste date echt, met mijn eerste vriendin. Ik was toen 18, echt een officiële date. En dat weet je gewoon nog niet. Je ken jezelf pas echt goed als je lang een beetje met een meisje gaat die je heel leuk vindt. Want je komt jezelf heel goed tegen, weet je wel. En ik ben een sharpie man, ik heb een en al maniertjes. En dan kom ik echt achter als je me leuk vindt. Hè? Dat is wat er gebeurt. Oké, we liepen in de stad, gaan standaard date. Sowieso durf ik te wedden dat zij meer vertrouwen dan ik. Ik was fucking onzeker, ja. Voor alles wat ik deed, voel ik me heel bewust. Elk loopje, hè? Elk beweging, elk woord dat ik zei. En we lopen en, in de stad en op een gegeven moment ziet zij een kat. En zei, kijk eens, ah, oh, lief katje. Kijk, daar ga je al. Ik ben nooit met mijn maten dat ze katten gaan lopen aanwijzen. Dus ik ben nooit in zo'n situatie geweest, weet je. Dus ik weet niet hoe ik ga reageren. Zelfs bij een van de mafkees, toch? Ja, wat zie je nou katten aan het aanwijzen hier ook? Maar ja, dus de eerste reactie is echt jouw oprechte reactie, toch? Dus ik zei, ah, oh, inderdaad, lief katje. Denk ik, hey, Pelle, rustig aan nu. Maar ze ging helemaal een stapje verder. Ze ging helemaal door de hurken zo, hè. Zo de kat pakken zo. En opstaan, zeg ik, oh, kijk eens, hé, lief katje. En het was heel de kat helemaal in haar armen zo, als een plaatje. Weet je wel, was lief om te zien. Als het op Instagram was, had ik het geliked. Ik, ja, toch schattig, man. Hè? Doorscrollen naar billen van wijven. Maar op dat moment, ik voelde gewoon, ik denk, wat doe je nou? Kijk, jij wil blijkbaar, ik ging eigenlijk over nadenken. Van ja, jij wil blijkbaar iets knuffelen, ik sta naast jou. Hoezo pak jij die kat dan, hè? En sowieso, hij is niet van jou. Hoezo pak jij iets op? Hey, ga je ook niet zomaar op iemand zijn scooter zitten, toch? Die niet van mij is. Hey, kijk eens, er is een kick ding, of niet? Netjes man, hey. Tof ding, hey. Nou, je blijft van wijzen, oké, maar ik ga er niet op zitten. Dus ik sta erbij in zijn shoppie. Ik denk, oké, zeg maar wanneer ik klaar ben. Hè? Dan gaan we verder met de date. Maar ja, ik weet nog zeker, ging te veel denken, toch? Ik denk, misschien moet ik iets mannelijks doen, hè? Ja, toch? Jij vrouwelijke knuffelen met de kat, ga ik naast jou iets mannelijks doen. Ja, toch? Jij knuffelen, ga ik naast jou een paar keer opdrukken, oké? Kijken wie dan ongemakkelijk wordt. Hé, maar dat was het begin, man. Het werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van, joh, wil je wat drinken, wil je wat hebben, weet je? We zijn dan het gelijk over. En zeg, joh, ik hou wat thee in en muffin. Ik, hè? Muffin? Dat is allemaal gelijk. Muffin, kijk, voor alle duidelijkheid, ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste, je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of ja toch, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daar binnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk je er pas aan als iemand naar je toe komt van, hey Pat, ze hebben alleen muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? Hè? Dat we, de wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze opstaan, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Fucking kick. Fuck die wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Hè? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen, denk ik, hoe moet je lopen dan? Tieve sorry. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Ik schaam ook kapot, gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pet, rustig aan hier. Mezelf moet in praten. Oké, Pet, vind je leuk? Niks aan de hand hier, doe gewoon rustig. Voorstukjes waren al geweest. Film begon. Is een mooi moment, hè, als de film begint. Zo'n magisch moment. Ik denk, ja toch, word je even in een nieuwe wereld getrokken? Ik denk, ja, mooi. Ja, nou, eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een roze schuin voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die met z'n allen gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat nummer gaan lopen, snitchen, lopen sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet stoer doen met een muffin, dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet, ik kwam er ook op die manier achter. Ik had die sorry. Ja, als ik had gezegd, dat hij gaan omgedraaid. Ja, hey, normaal gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet. Als je boos bent, kan je muffin niet eten. Dus ik kon helemaal niet meer eens eten, dat typisch ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten, ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Weet je, heb je maat bij die de heimlich kan? Kijk. Ik weet wel, boos en een hoekje ding net stoer, maar dat ben ik ook, snap je? Nee, zij heeft veel meer ervaring dan ik in bed, man. En daar schrok ik van.
ik schrok daar echt van, man. Ik denk, ja toch, ik kan wel wat hebben, maar ik werd heel erg bang eigenlijk. Het eerste wat zij deed, ik ken haar, dit is de eerste keer dat we seks gingen hebben, hè? Mijn eerste vriendinnetje. Eerst wat ze deed, gewoon spugen om mijn ballen, volle. Ja, niet zoveel meiden kennen echt spugen, man. Het is meer een tuffie toch, meer Anouk, spuug eens. Maar goed, ja, nee, zij niet door echt een roggelgek als een zwerver. Flats om een ballengek. Ging de gezicht in vrijwel. Vind je lekker, hè? Vind je lekker? Dan gaat hij. Nee, joh, dat hoeft niet, joh. Zullen we gewoon een filmpje kijken, hè? Kom maar naar boven, joh. Heb je nog contact met je pa? Alles oké tussen jullie twee, hè? Zo, ik heb trekkende muffin trouwens. Nee, zullen we gewoon... Zullen we muffins bakken?